Beste kijkers, vrijdagmiddag 24 november rond de klok van 4:15. Hoog tijd om samen even naar de weekkaart van AIX, Bel 20 en de DAX te kijken. Om vast te stellen hoe naar alle waarschijnlijkheid week 47 de boeken in gaat. Laten we beginnen met de AIX. As we speak wordt er nog eventjes een leuk sprintje getrokken richting de vrijdag ultimo. Op dit moment ruim 766 punten op de borden. En dat betekent met de vierde witte candle op rij dat nu geprobeerd wordt om uit de FIBO-grid te breken. En dat geeft dan meteen ruimte, extra ruimte voor de bullenparade richting 795. Jawel. Swing tellen naar een tandje hoger, plus 4. De RSI lekker opstomend boven de 50-lijn, nog niet bij de OB-lijn. En u ziet hem staan, de derde groene DBS-staaf. Dus voor de derde achtereenvolgende week een mooie opgaande beweging. Met deze voortgang, deze rustige voortgang, althans op dit tijdvenster, mogen we vervoeglijk aannemen dat de bulls wel degelijk zin hebben in een eindejaarsrally en dat ze dus op willen stomen naar de rode streep. Misschien tussentijds nog wat corrigerende berentikjes, maar ze hebben er goed zin in. De hakken in het zand om door te gaan naar hogere niveaus. En dat impliceert dat de eerder ingenomen turbo long posities natuurlijk mogen worden aangehouden. Bij de DAX een vergelijkbaar beeld, nu eindelijk goed door de 16.000 puntengrens heen. En dat betekent dat ook hier ruimte is gecreëerd naar een volgende rode streep. En die ligt op 16.528. Alle indicatoren nog redelijk in de plus, niet echt overdreven sentiment bovenin het veld. Kortom, een rustig, trenderend, kabbelend koers gebeuren met wel degelijk de driften vanuit het stierenkamp om ook hier naar hogere niveaus te krabbelen. Het speelveld is ruim, dus dat betekent dat er tussentijds nog best wel een corrigerende berentik kan ontstaan. Anders gezegd, af en toe een klein zwart candletje tussendoor is toegestaan. Maar gelet op het momentum, gelet op het totaalplaatje, mogen we aannemen dat de bulls toch wel de regie in handen houden. Op naar hogere niveaus voor de DAX. En de Bel 20 was altijd een achterblijvertje. En daar zien we nu een kleine verbetering. Zij het dat er nog wel steeds sprake is van een rebound, oftewel een opleving onder de SMA-lijn. Alleen die krijgt langzaamaan meer gestalte. Nog eventjes en de RSI gaat boven de 50-lijn prikken. En dat betekent dat er wat extra momentum in het veld kan lopen. En dat impliceert weer dat de rebound een vervolg kan krijgen volgende week en de weken daarna naar 3600 ruim. 3700 krap moet ik zeggen, gelijk aan de redelijk vlaklopende SMA-lijn. Kortom, deze week een goede bullendag op indexniveau. En we gaan eens kijken of ze dit tempo voor de rest van november en liefst ook december netjes kunnen volhouden. Ik wens je een prettige avond en een goed weekend.